Ik ben Dick van der Veer en ik woon in Wierden. Ik ben wel in Almelo geboren trouwens, maar ik woon dus al sinds 1985 in Wierden. Dus ik ben eigenlijk wel Wierdenaar geworden, inmiddels. En je zit bij Servus? Ik zit bij Servus, ja. Servus Almelo, maar hoe lang zit je daar al bij? Ik ben vanaf Servus begonnen is, toen ben ik daarbij gekomen. En wanneer was dat? Dat was in 1985. Alles wat er toen bij was, daar is er bijna niemand meer van. Nee, want jij bent er nog steeds. Ik ben de enige nog die zo'n beetje vanaf die tijd er nog bij is, ja. Vanaf 1985? Hier bij deze groep tenminste. Ja, precies, ja. Ja. Maar dat is een hele onbescheiden vraag, maar hoe oud ben je dan nu, Dick? Oh, ik ben op dit moment 92 jaar en 4 maanden. Ik heb begrepen, dit is jouw laatste voorstelling. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Dat voelt voor mij niet zo best natuurlijk. Kijk, als je in een opbouw zit, dan ga je steeds verder, hè, naar boven. Mm-hmm. Dus ik ga naar beneden, dus ik moet een keer stoppen. Ja. En dat is nou. Hoe zorg je ervoor dat je al die nummers nog uit je hoofd kent? Net als iedereen dat doet, hè. Ja. Zoals anderen dat deed, zo deed ik het ook. Ja. Vroeger ging dat allemaal veel sneller. Zeker bij een operette. Maar er was een hele hoop melodie, die ken je al. Ja. He, je hoeft alleen de woorden maar te leren. Ja. Hier heb je heel veel melodieën. Ja, die klinken toch wat vreemd in de oren. Ja. En dan moet je de melodie nog mee leren. De vereniging betekent voor mij in feite alles. Kijk, ik ben eigenlijk elke repetitie ben ik aanwezig. Dus ik ben niet dat ik zo zeg van. Ik vind het wel goed, dan kom ik eens een week, twee weken niet. Nee, dat doe ik. Ik ben lid. En als je lid bent, ook bij een voetbalvereniging, dan hoor je het te wezen. Juist. Daarvoor ben je lid. Ja. En dat ben ik. Ja. Ik ben dus lid van Servus en... En je bent niet gewoon lid, hè? Nou ja, ik ben dan nog erelid. Ja, zeker. Het enige op dit moment. Servus, daar moet je door gegrepen worden. Je moet door de lieden gegrepen worden. En als je dat één keer hebt, dan gaat het vanzelf. Dan ga je vanzelf verder naar het einde toe. Ja. Voor zover hij dat zelf in de hand hebt.